Welkom dames en heren, ik ben Mark en ik maak vandaag weer een AS Roman Career Mode video voor jullie. Deze video krijgt redelijk goede respons. Gisteren kreeg de PSV video zelfs, ik weet niet meer exact, het was maar 85 plus likes, wat echt insane is. Ook een aardig aantal dislikes, maar ik gok dat dat en is omdat het niet PEC Zwolle was of RKC. En aan de andere kant omdat ik een grap maakte over de jeugdopleiding van PSV. Wat toch niet altijd serieus genomen moet worden. Want als het zou moeten, zou ik ook genoeg opmerkingen kunnen maken over de eigen jeugd van Ajax. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar goed, daar ging het niet over. In ieder geval bedankt voor de respons die ik kreeg op mijn PSV-video. En ook AS Roma kreeg gewoon een heel erg aantal likes sowieso. De eerste die kreeg, ik geloof 59, 58 als ik het uit mijn hoofd goed heb. En de tweede, ik geloof ergens rond de 80. Maar dat kan ik met een andere door de war halen. Maar in ieder geval, hartstikke bedankt daarvoor. Ik hoop als deze video voor morgenmiddag 12 uur 80 likes bij te halen, dan upload ik morgen gewoon 2 PSV video's. Dus mensen daar interesse in hebben, ik heb net gezegd wat ervoor gedaan moet worden. En dan heb je nu de wedstrijd die jullie op je scherm zien tegen Cagliari. En dat begon best goed, al vrij snel 2 doelpunten gescoord en daar nog een grote misser daarnet op de 3-0. Maar ik speel in deze wedstrijd in een 4-3-2-1 formatie en mijn god, wat speelt dat heerlijk. Het is echt niet normaal hoeveel kansen ik kon creëren. Elke keer, elke paas kwam aan. Iedereen maakte goede loopacties. Elke keer kwam het gewoon goed. Elke keer ook, ik ga echt te vaak elke keer trouwens. Maar elke keer als Cagliari in de aanval was, ik pakte gewoon de bal. Ik kon gelijk counteren. Ik hoefde niet eens counterattack te selecteren met die deep pad. Het was gewoon van, yo, oké, ga maar door. Hele tijd counter aanvallen. En echt, je wingers spelen zoveel meer als spitsen. Omdat ze zo dicht op elkaar staan, komen ze veel meer aan de bal in de buurt van de 16. En aangezien ik vrij doelgerichte wingers heb, was het heel makkelijk om doelpunten met ze te scoren. En als linkercenter in dit systeem had ik Pjanic en die speelde echt fantastisch gewoon. Sommige mensen zullen denken als ze deze uitslag zien dat het niet op wereldklasse is. Je kunt dat altijd zien vlak voordat de wedstrijd start. Dan zie je altijd een klein stukje waarop staat dat het duidelijk wereldklasse is. Dus voor degenen die het niet geloven, je kunt het altijd terugzien. Je kan het altijd terugzien. Maar goed, je ziet hier wordt de 7-0 nog gemaakt door Destro. En ik wist echt niet wat er gebeurde. Ik dacht al bij 5-0, dacht ik, als ik dit een monster score, dan vinden mensen misschien nog een beetje meh. Maar dit was echt ziek. Zowel Destro als Lopez een 9.9. Wat echt ongehoord hoog is. Ik heb 1 keer een 10 gehad en dat was in mijn Ajax Career Mode die ik op mijn Engelse kanaal doe voor Danceville. Maar een 2.9.9 is echt, iedereen speelde zo onwijs goed. Ook vooral Balzaretti, die misschien wat oud is. Dus ik denk niet dat veel mensen hem zullen kopen. Maar het is echt zo'n ziek goede linksback. Het is niet normaal hoeveel tackles die gewoon goed maakt. Maar dan heb ik nog een wedstrijd tegen Sampdoria. Dat is een interessante wedstrijd. Want van hen had ik Icardi gehaald en ik had hen Osvaldo gegeven. En je zag er al vroeg af Osvaldo een goede voorzet. En de volley uit die voorzet werd net naast gemikt. Dus daar had ik geluk dat ik niet 1-0 achter kwam. Maar hier maak ik toch een vrij lekkere 1-0. Een heerlijke fake Gabona om die verdediger af te schudden. En vervolgens een keihard projectiel in de linkerbovenhoek. Maak er zo 1-0 van. Verder, er gebeurde niet heel veel in deze wedstrijd. Je ziet hier een poging van Marquinho. Wordt nog gekeerd door Romero. Maar Totti staat dan op het goede moment op de goede plek. Om gewoon de 2-0 binnen te volleren. En dat is dan een overwinning voor deze wedstrijd. Wat natuurlijk een mooi resultaat is. Het draait lekker met Roma. Ik heb in pas 1 wedstrijd tegendoelpunt gekregen, wat ik een heel leuke prestatie vind. Maar dat komt gewoon omdat ik het middenveld dusdanig domineer, dat ik daar elke keer de bal af kan pakken, waardoor het mij gewoon heel veel ruimte scheelt. Ik doe een snel teamverslag, ik ga niet individueel op iedereen in. Als mensen er een keer behoefte aan hebben, dan hoor ik het graag en dan doe ik het zeker een keertje. Maar ik wil gewoon laten zien hoe goed het team draait. Behalve Umtiti is vrijwel iedereen al omhoog. Dragovic al met 2 punten, wat echt een ijzersterke verdediger is. Balzaretti en De Rossi, mijn oudere spelers gaan zelfs gewoon nog omhoog. Florenzi ben ik ook heel tevreden over. Hij is een soort spelmaker. Hij valt minder op, maar hij doet echt heel goed zijn werk. Dat zie je ook aan zijn vorm. Zelfs Totti, die al 36 is, het feit dat hij uitstekende vorm is en gelukkig is. Het feit dat hij ook pas 1 puntje omlaag is, zegt best veel. Zeker als je 36 bent. In FIFA is dat echt extreem hoog. Maar goed, jullie zien hier gewoon hoe vrij goed iedereen wel groeit. Vooral Lopez, die zag me in de vorige wedstrijd, ging helemaal los tegen Catania. Niet normaal. Alleen Cagliari was het, sorry. Maar gewoon vrijwel iedereen groeit, behalve de wat ja, een beetje middelmatige. Sommige spelers krijgen niet heel veel speeltijd. Dat kun je dan ook zien in de vorm als ze oké spelen. Dus meestal rond de 6. Dat betekent dat ze een invalbeurt hebben gehad. Maar deze komt tot zijn einde. Ik zie jullie morgen. Abonneer als je meer wilt. Like als je genoot. En dan zeg ik tot ziens. Doei.